in 2009 ga je ook iets bijzonders doen. Ja, dan ga ik nog een concert doen. Helaas in Maastricht. Maar misschien gaan we nog door een land toeren daarmee. En dan gaan we met Nederlandstalige artiesten en Limburgse artiesten 3 kwartier in orde brengen aan een van mijn allerbeste vrienden. Helaas is hij dan niet meer. En Benny Nijman. Benny die kwam uit Maastricht. En iedere keer als hij in het zuiden moest optreden, dan zat ik ook wel meestal in een programma waar hij moest optreden. En na ons optreden gingen we samen met Hans, zijn vriend, gingen we nog even stappen in Maastricht. Dan zakten we wel eens wat heel laag door. En we hebben altijd nog een band. Ik dacht, te weinig aandacht in Maastricht, in Limburg, voor een van onze grote helden, die toch jarenlang in de hitparades heeft gestaan in Nederland. En niemand doet eigenlijk meer iets met Benny Nijman. En dat was zo'n geweldige jongen en zo'n geweldige zanger met hele mooie liedjes. En dan gaan wij 3 kwartier met videobeelden erbij een ode doen aan Benny. 18 juli in Maastricht. Maar dat komt nog op mijn site te staan. Mensen kunnen kijken, franssteunis.nl. En dan kunnen ze alles meekrijgen. Ze mogen allemaal komen. De entree is gratis. En het concert gaat heten Water. Want het wordt op het water. Ga ik het concert doen. Licht en vuur. Dus 3 verschillende dingen die in het leven altijd voorkomen. Weet je wat ik altijd mooi heb gevonden? Dat hij een hit scoorde met een liedje, ook weer een dialect. Kom met me mee naar Maastricht. Ode aan Maastricht. Ja, ode aan Maastricht. En als ik zie, ik heb die beelden thuis, dat hij met André Rieu, een van onze grootste mensen in Limburg, dat hij op het Vrijthof stond. En dat was zo mooi, daar moet je echt eens een keer naar kijken. En zie je de emotie van Benny, zie je op zijn gezicht, of hij net wou zeggen van, dit is nou wat ik wou, mijn afscheid voor de stad Maastricht.